als die business van ons hier is, is onze relatie toch wel daar. Ja. Weet je? En als dat schade gaat maken aan onze relatie, onze business, gooi ik die business weg. Ja? Dan boeit dat geld mij niet. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik misbruik dit platform, hè. Dus het maakt niet uit als ik vurige liefde heb op dit moment. Of liefde op een laag pitje zit. Of dat het liefdesvuur helemaal gedoofd is. Ik kom ook aan me trekken door over de liefde te horen van anderen. Check. Trouwen is leuk, I guess. Maar waarvan ik onder de indruk raak, is als je samen kunt bouwen. En het powerkoppel wat ik vandaag heb uitgenodigd, dat lijkt aardig te lukken bij ze. Ik heb het over jullie, Benito en Sharon. Welkom bij Gilly's Love Line. Dankjewel. Hey, leuk dat jullie er zijn, man. Dus check, ik moet het doen met wat ik zie van jullie online. We komen uit dezelfde stad, dus ook wat ik hoor. Ja? Want jullie maken een beetje naam met jullie moves, wat jullie doen. We gaan het erover hebben. Naast jullie liefde, hebben jullie ook een gezin? En jullie zijn ook in business samen. Dat zijn drie biggie projecten op zich alleen al. True. Wat voor black excellence vertoning is dit? I love it. Ik denk dat het gewoon puur is. Puur, ik denk vooral gewoon puur. Dus gewoon we doen waar we van houden. En we doen gewoon wat we willen. Even uitleggen wat jullie doen. Want we hebben het hier over onder andere FC Skills. Leg me die movement even uit voor iemand die nog nooit ervan heeft gehoord. Nee, ik denk dat zij dat goed kan vertellen. Zij is goed in praten. Ja, kom. Negen jaar geleden, 2013, kwam Benito met het idee om een voetbalschool te starten. Omdat het zo vaak aan hem gevraagd werd. Okay. Ik werkte destijds nog voor een groot bedrijf. En ik zat echt in de corporate wereld. Dus ik had helemaal geen verstand van voetbal, geen interesse in voetbal. Ik ging totaal niet mee naar voetbal. Ik vond het echt niet leuk, alleen als die kinderen moesten voetballen. Ja. Eigenlijk lang verhaal kort. Hij is gestart met de voetbalschool. Mm-hmm. En twee jaar geleden zijn wij eigenlijk tot het idee gekomen om een voetbalclub op te richten. Want wat wij zagen dat in 5 jaar tijd ongeveer een stuk of 56 spelers de stap naar betaald voetbal konden maken. Yeah. Door de extra aandacht die zij kregen. We zeggen niet dat we de spelers hebben gemaakt. We zeggen een kind heeft altijd talent van zichzelf. Yeah. En wij zijn er om het te ontwikkelen. En soms heb je net even die push nodig of net even de ontwikkeling op je dribbel, op je aanname en dergelijke. Je hield niet van voetbal, zei je. Je komt net om in termen hier. Luister, inmiddels. Ja, maak ik je af met voetbal. Ik kan er niet spelen, maar ik kan er goed over praten. Dope. Dus we zagen zoveel doorstroom naar betaald voetbal. Ja. We besloten van, nou, we gaan gewoon een club starten. Want wat gebeurt er als jij die spelers 3 tot 4 keer per week traint? Op de zaterdag erg op gecoacht wordt. Mm-hmm. En er was ook gewoon een grote behoefte aan een ander soort club. Een club waar ik heb me nog nooit thuis gevoeld bij een club. Ik heb me altijd te gast gevoeld. En hoe erg clubs ook hun best doen, ik heb me altijd te gast gevoeld bij een club. Kinderen maken daar de raarste dingen mee. Het is echt belachelijk hoe belangen van volwassenen altijd boven de belangen van kinderen gaan. In het voetbal, hè? Voetbal is verschrikkelijk, ja. Echt waar. Because it's about money. It's all about money. En het is ook about ego's. Ja. Veel over de ego's. En zeker ook wel wie kent wie. Ja. Weet je, het is altijd als jij iemand kent die eigenlijk een soort van kruiwagen voor je kan zijn. Of dan kom je er sneller. Dan kom je er sneller. En als je niemand kent, ja, dan moet je het geluk hebben dat iemand je gewoon een keertje ziet. Ja. En jullie zagen daarvan, hey, wij kunnen oplossing bieden of in ieder geval meer geven of iets anders geven. Een andere benadering. Ja, dingen veranderen gewoon. Het is een totaal andere benadering. Het is een totaal andere beleving van de sport. En ook gewoon een plek waar familiewaarden die wij vanuit onze culturen meekrijgen. En dan heb ik het niet alleen over de zwarte cultuur. Ik heb het over de Marokkanen, ik heb het over Turken, ik heb het over, weet je, allerlei etniciteiten. Mm-hmm. Maar die waarden die hebben we wel echt doorgevoerd in onze club. Dat is dope. Maar daar wil het nog wel eens krom gaan. Hè? Ik heb nog geen verstand van voetbal, maar als ik dan een beetje berichten lees, dat, laten we dan zeggen, laten we moslims nemen, dat wanneer zij vasten, daar geen begrip, misschien is het iets van vroeger, ik weet het niet, dat daar geen begrip voor is of geen rekening mee wordt gehouden in de voetbal. Ja, wij wel. Dat doen wij wel. Hey, it's a beautiful thing. Ja, wij wel. We vinden dat gewoon iedereen
op waarde geschat moet worden. Ja. Weet je? En dat het niet mag gaan over de belangen van derden. Het mm-hmm. gaat erom dat je een hele mooie sport kan beoefenen, kan beleven. Maar het heeft ook een hele belangrijke maatschappelijke functie, mm-hmm. een sportclub. Je kan een hele belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Je moet het maar willen. Benito, je hebt niet gelogen. Ze kan praten. Mijn god. Zij kan praten. Ik wil investeren die drie dubbeltjes die ik heb. Ze kan gewoon, hè. Ja. Die maakt er gewoon zes van. Kan ze gewoon. Is een beautiful thing. Ja. Nee, maar weet je, als even om terug te komen voor dat stukje van... dat je ja, eigenlijk tegen dingen aanloopt die niet menselijk zijn, zeg ik altijd... Ik heb het idee dat jullie daaraan hebben gestoord. Ja, ik wel. Ik van wel, wat er nu is of wat er was. Want ja, zijn zeker wel. Zeker wel. En helemaal in de voetballerij. En ook als ik om me heen kijk en ik zie dan mensen dingen doen waarvan ik denk van ja, weet je, is dat wel eerlijk? Ja. Weet je, klopt dat allemaal wel? Weet je, dan kan ik me eigenlijk best wel pissen maken om dat soort dingen. En ik ben wel iemand die gewoon gelijk zegt wat ik denk of wat ik wil zeggen als het krom is. Je gaat er niet mee naar huis toe. Ja. Ik zeg het gewoon, want ja, je moet mens blijven tegenover elkaar. Maakt niet uit hoe iemand eruit ziet of wat. Vaak heb je het ook nog over kinderen. Ja, weet je, toch? Dan denk ik van kom op man, weet je, doe gewoon normaal, weet je, dan doe je al gek genoeg. En als ik dan hoor om me heen van ja, Skills doet het anders dan anderen, dan zeg ik nee. Wij doen het gewoon net als hoe het hoort te zijn. Mm-hmm. Gewoon normaal, weet je, en niet... anders gaan doen. Als je normaal doet, dan doe je precies hetzelfde wat wij doen. Ja. Niks speciaals. Dus wij doen gewoon hoe het hoort te zijn. Jij doet iets apart. Ja, hun doen iets apart. Volg ons lijn. Ja, wij doen gewoon hoe het hoort te zijn. Normaal tegen iedereen. Ja. Punt. Ja. En eerlijk en oprecht. Oké. En ondertussen, want inmiddels, ik doe deze show al niet heel lang, maar iets langer dan kort. Dus in mijn idee ben ik een soort van love doctor geworden. Mr. Loba Loba. Zoiets. En ik kan zien waarom jij hem leuk vond en waarom jij haar leuk kan je vond. Zien? Maar laat me die shit niet zomaar invullen. Laat me die vraag stellen. Ja. Wat was het aan Benito dat jij zei... Hoe lang gaan jullie met elkaar? Laat me zijn sinds 2005 zijn wij samen. Oh, dus we zijn al een hele lekkere jaar. 16 jaar. En er zijn ook kinderen in het spel? Ja. Vier kinderen. Ja, we hebben een samengesteld gezin. Blended family. Blended family. En we zijn allemaal van elkaar. Het is echt een geweldig gezin wat wij hebben. Mooi, drie man. Jongens en een prinsesje als kers op de taart. Oh, it's a beautiful thing. Asapori, ze zal verwend zijn. Dus één meisje. Ja. Ze zal oplichten. Ze zal oplichten, echt. Hele dag tikkie sturen in de familie-app. Ik wil een nieuwe broek. En alle broers moeten maar opdraven om iets te geven. En dat kan ze heel goed. En het mooie ervan, dan, je bent bewust dat je wordt opgelicht. Ja. Jij die? Ja. Maar je gaat toch. Wat hilarisch is, ze zit erbij, hè? Ja. It's a beautiful thing. Die is er altijd. Ja. Nee, mooi. Maar dat laat alleen maar zien. Het klinkt gezellig, jullie gezin. Maar dit is de buitenkant natuurlijk. Ik weet niet wat tussen vier muren gebeurt. En daar gaan we dieper op ingaan. Kom maar op. Daar ben ik dan ook weer. Kom maar op. Let's go. Hey, ja. Neem maar check. Laten we naar het begin gaan. Ja, want ik zei al, ik vind dat indrukwekkend. Dat je hebt dus liefde. En als het goed is, heb je door dat dat een project op zich is. Mm-hmm. Dan heb je jullie gezin en die is ook nog blended. Lijkt me ook wat in het begin moest worden gevormd. Mm-hmm. Zodat jullie kunnen praten zoals jullie nu erover praten. Mm-hmm. Ik wil even teruggaan naar het begin. Mm. Ja? Ja? Wat was het moment dat jullie, want sinds 2005 zei je toch, dat jij dacht van, ik ga deze door die cookie geven. Of misschien dacht jij wel van, hey, zij heeft de eer om haar cookie aan mij. Ik weet niet hoe dat is gegaan. No. Hoe is dat gegaan? No. Of wie heeft wie gevangen? Ik heb hem gevangen. Een beetje discussie hierover, hoor. Jij hebt hem gevangen? Het is een beetje een discussie. Want ik kan het me niet zo goed herinneren. Ik zie hem graven. Ik heb geleerd, soms moet je discussies gewoon lekker laten gaan. En... de persoon zijn versie laten vertellen die zij denken dat ze het is. Oké, ik ga het gewoon maar... vertellen. Als het te ver gaat, dan moet je het toch wel eventjes aankijken. Corrigeren. Maar wat gaat volgens jou? Het verhaal volgens jou? Wie heeft wie gevangen? Kijk, het ging gewoon zo. Ik was op een feestje. Ik was op een verjaardag van een vriendinnetje van me. En ik was met al mijn vriendinnen. En in die tijd ging best wel een beetje veel feesten. Ik had een soort van een periode dat ik weer...
Ik was. Ja, ik was een beetje, beetje rebels en ik ging een beetje veel op stap en noem maar op. En ik was op dat feestje en we dronken veel die tijd ook nog. En, Gaat ze dat zeggen? Ik was wel dronken. Ik kan me herinneren, ik was wel een beetje dronken. Maar dat maakt niet uit. Want nee, dat kan. Dus de deurbel ging en niemand ging de deur open doen. En toen dacht ik, nou, het was in Delft. Een huisfeest was dat. En ik dacht, nou, dan doe ik toch even de deur open. En ik deed die deur open en daar stond Benito. En toen zei ik volgens hem en zijn mensen... Wauw. Toen zei ik, ik kan me niet helemaal geef herinneren. Niet, schat. Let's go, kom. Toen zei ik, Benito. En toen zei ik, hey, wil je mijn nummer? Overbril? Ja. Wauw. En toen zei hij... Nee. Hey. Hey, hard to get, Milo, man. Ja, maar hij komt ver, hij komt koud. De deur wordt opengedaan. Wil je mijn nummer? Dat was onze eerste ontmoeting. Hey, I love it. Ja, het was wel echt... grappig. Het was heel grappig. Was grappig. Maar even. Ja. Een vraag, hè. Dus is dat omdat, ik weet niet, omdat je Benito zag? En dacht van, hey, of was dat omdat je in een rebelse Sunny was? Nou. Je weet niet wat daarvoor was. Misschien was je... En je zegt van, hey... Dat kan ik me dus niet zo goed herinneren. Ja, maar was. Eindstand, we raakten daar wel gezellig aan de praat. En eindstand, hij deed wel stoer, maar hij heeft toch zijn best gedaan om toch ergens mijn nummer te vinden. Dus, op die avond of daarna? Daarna. Dus ja. Je hoeft niet stoer te doen. Ik doe niet stoer. Hey, maar dat is een goeie, want je kan niet naar huis gaan en niet denken van, hey, dit is maar SBS. Gewoon zo. En dan dat je interesse niet is getriggerd, op zijn minst. Ik. Mijn interesse was in het begin, dus toen die deur open ging en ze zei, wil je mijn nummer, dacht ik, what's up, weet je, dit ken ik niet, weet je, en ik leefde in een ander soort wereld, toendertijd, en ik ben altijd een jongen geweest die heel achterdochtig is, ik vertrouw mensen niet meteen, ja, omdat je laat kijkt, staan vrouwen, ja, sorry, ook dat, weet je, maar goed, weet je, als je dan alles wat om je heen, is in die periode eigenlijk niet als vijand, maar als een beetje gewoon als... Trouw ja, over alles. Gewoon trouw over alles. Niet gewoon zomaar 1-2 die de muren wegdoen en van, kom maar. Ja, en er zijn altijd mensen die iets van je willen. Mm-hmm. En als je denkt van, nou, weet je, dat je denkt van, ja, dit is een vriend van me, maar het is geen vriend van je, die wil gewoon wat van je. Dus ik ben altijd zo geweest van, ik geloof dat soort dingen allemaal. Dus toen zij dan kwam en zei, hey, meneer, dacht ik, oh jee, ook weer zo eentje. Die gaat me gewoon weer een beetje willen dollen of wat dan ook. Ah, ja. En het was ook best laat, hè. Hoe laat kwam ik daar? 1:30 of zo? Ik heb geen idee. Ik weet het niet meer. Ja, ik kwam 1:30 op het feestje. Nee, joh, was het niet licht? Nee. Het was s'avonds. kan je nagaan. Ik kwam 1:30 daar. En eigenlijk was het feestje al bijna afgelopen. Okay. Maar wij kwamen vanuit Amsterdam met een vriend van me die op vakantie was. Mm-hmm. Vanuit Suriname. Maar op dat moment deed je er dus niets mee. Eerlijk gezegd deed het je niet zoveel. Nee, niet. Maar dan zeg jij, hij naar je nummer gaan zoeken. Na een kwartiertje hoor. Toen werd ik ineens geroepen, want toen wou hij ineens een praatje met me maken. Die vriend van me die zegt van, hey Benito, fuck jongen, zei je het doen jongen? Hey, ik zeg, wat is er? Hij zegt, ja, weet je, zo met je praten, dat doe je zo. Ik zeg, laat het man. En, maar het was al een hele lange dag en toen op een gegeven moment, toen dacht ik van, hey Benito, wat doe je? Weet je, ga praten. Dus toen heb ik er eigenlijk laten roepen. Te roepen. Hij is echt, ik ga jou wat voor de ding is dit. Nee, dat was het niet. Het was meer van, het was meer van, kijk, weet je, ik kende eigenlijk helemaal niemand op het feestje. En haar vriendin was jarig. En toen zei ik tegen de vriendin van, hey, hoe is het met je vriendin? Roep er voor me. Weet je, en ik hoorde dat ze zong. Toen dacht ik van, hey, ik ga die 1-2 erin gooien. Ik zeg, hey, roep er voor me. Toen kwam ze. En toen zei ik tegen haar, ja, je zingt. Toen zei ze, ja, ik zing en zo. Ik zeg, oké, mooi. Ik zeg, ik heb een studio. Oh, dat was jou. Terwijl, leugen. Ik had nog een leugen. Ik had nog nooit een studio van binnen gezien. Weet je, dus laat staan een studio hebben. Ja, zo eigenlijk. Hè. En toen ben ik daarna gewoon naar huis gegaan. Geen nummer genomen, niks. En toen via een neef van mij die weer een... Want dit is dus voor Facebook, dat je iemand kan gaan zoeken. En dit shit, was dus MSN jij in huis. Jij bent echt gaan zoeken. Ik ben echt gaan zoeken. Ja, eigenlijk. Hè? En jij was inmiddels nuchter. Je zegt, wie?
Nee, hij had wel indruk. Hij had wel indruk. Ik kwam hem, denk ik, ik weet niet hoe lang daarna dat was, kwam ik hem tegen in Players. In Zoetermeer had je een club. Daar was ik nog alles te vinden in Players. Mm-hmm. En deze man, hij is zo bij de hand. Dat is denk ik ook wat het is. Ik ben niet gewend dat een man zo brutaal is tegen mij. Ik ben best wel een flinke dame, zeg maar. Hij kwam naar me toe en hij pakt mijn hand en zegt, kom, we gaan dansen. En trekt me mee naar beneden. En ik was eigenlijk soort van overdonderd. Ah. Maar je moet ook wel behoorlijk wat man zijn, wil je indruk op mij maken, zeg maar. Okay. Ik ben wel een pittige dame. Maar ik wil eigenlijk eerst wel zien of je kon dansen, toch? Ik zei, ga dansen. Beest. Okay. Wat was die pokoe? Wat was die vibe? Nu Jack Swing? Ja, sowieso. Always. Dat wil zeggen, ik ken die tentie ook. Je weet het. It's a beautiful thing. Dus jij hebt hem gevangen. Vind ik leuk om te horen, eigenlijk. Wat is die discussie dan? Jij zegt dat is nog wel... Gewoon over het proces, zeg maar. Na de eerste date, eigenlijk vanaf het moment dat onze date begon... was echt een leuke date, want hij had me een keer gebeld van dit, precies zo. Was via MSN volgens mij dat je me had gebeld, of niet? Ja. Via MSN word ik gebeld. Hey, Benito, wat doe je donderdag? Weet ik niet. Oké, ik zie je 7:00 Hollandspoor. Tuut. Maar daar hou je van, dus blijkbaar. Ja, blijkbaar wel, want ik zit hier en inmiddels zijn we getrouwd en happy family verder. Ergens heb jij besloten van, ik ga deze dude mijn cookie geven. Later heb je gezegd van, hij krijgt heel die cookie trommel. As in, ik zie een levenspartner in hem. Ja. En wat was dat moment? Of kwam dat dan van jou, dat jij dacht van, deze wilde. Nou, eigenlijk waren het een paar neven van mij. Die zeiden en die zagen het al. Die zeggen, Ben, weet je wat? Pak je koffer. Dan ga je naar Den Haag. En ze noemden haar toen de tijd, omdat ze boskrullen heeft. Ja, toevallig ook vandaag geen krullen. Maar ze heeft boskrullen. En dan zeiden ze tegen mij, Ben, pak je spullen. Ga naar Krulletje. Weet je? Oké. Okay. Ik zei, Ik zeg, ik blijf in Amsterdam, joh. Ja. Ga nou maar. Ik zeg, kill, ik ben in Amsterdam. Ik blijf in Amsterdam, ik verhuis niet. Toen was het toch iets anders. Toen ging ik maar richting Den Haag. Ja, krullenbol is permanent geworden. Ja, man, geworden. Ik zeg het je wel. Krullen gaan niet uit Den Haag. Ik raakte helemaal in de war in die krullen van er. Zodat ik gewoon, gewoon vast in die netwerk. En was het klaar. Maar wie was dan diegene? Want jij zegt, je vrienden spoorde je aan. Maar was jij dan ook daar dat je zei van, ik wil wel iets serieus met hem. Ik wist eigenlijk al, als ik terugdenk, dan wist ik al vanaf onze eerste date dat ik al van hem hield. Oh ja? Ja. Dat je van hem hield ook heftig? Ja, dat dit gewoon klopte. Kijk, op een gegeven moment, je ontwikkelt je intuïtie. Ik ga heel erg op mijn intuïtie af. Als iets gewoon klopt, dan klopt het gewoon. Ja. En mijn intuïtie heeft me nooit in de steek gelaten. Maar ik weet niet, op een of andere manier was die connectie tussen ons, was vanaf de eerste seconde, was gewoon... Ja, ik weet niet, het was gewoon daar. Het was gewoon daar en daar moet je soms gewoon ook aan toegeven dan. Heb je gedaan en dan zijn we nu, 16 jaar verder. Ja. 16 jaar verder. Gaat snel, no? Ja, het gaat super gaat hard. Snel. Straks 9 jaar getrouwd. Ook nog. We zijn ook nog getrouwd, ja. En ik zei, trouwen is leuk. Trouwen is cool, maar samen bouwen is wat ik indrukwekkend vind. En dat lijken jullie ook te doen met jullie projecten. Want het is leuk dat je dat wilt, maar er moet dus ook chemie zijn. Want ik zie chemie in hoe jullie praten over jullie liefde. Maar er moet ook chemie zijn in business. Ja. Want het is gevaarlijk wat jullie doen. Ook in business samen zien jullie elkaar 28 uur per dag. Ja. Moet je ook maar willen. Ja, dan moet je heel verliefd zijn op elkaar. Hoor. Anders gaat het niet werken. Nee, maar dat was in het begin was dat lastig, hè? Ja. Dat was wel lastig, want ik kom uit een andere omgeving. Ik ben heel commercieel. Want vooral daar ben ik in geïnteresseerd, hè? Waar zagen jullie van, dit kunnen we doen, man, samen. I love it. Ik denk dat ik heb wat hij niet heeft en andersom ook. Kijk, ik heb geen verstand van voetbal, maar ik heb wel verstand van opleiden en ik heb wel verstand van business. Maar dat zag jij ook, van zij heeft dat misschien kunnen. Want dat moet jij ook inzien.
Ja, ik wist wel dat zij heel commercieel was en dat wat ze allemaal bij T-Mobile deed. Ja. En dan moet je van goede huizen komen. Kijk, ik ben iemand, net als wat je net zei, ik ben iemand die eerlijk, oprecht, mens, weet je. Dus als ik iets voor iemand kan doen voor 10 cent en een ander die zou daar 50 cent voor vragen. En terwijl ik weet dat het voor 10 cent kan, dan ga ik het voor 10 cent geven. Oké. Okay. Die ben ik. En aan de ene kant is dat goed, maar aan de andere kant moet je ook denken van, hey, ik hou van alle andere mensen, maar iets meer van mezelf. En dat stukje ontbrak bij mij. Oké. Weet je, als je zou willen, zou je ook misbruik van je kunnen maken. Niet per se omdat je surfer bent. Ik zou veel meer geld kunnen vragen. Omdat jouw hart zit gewoon zo in elkaar. Juist. Ik kan veel meer geld vragen. En jij bent meer corporate. En dan ga ik dat niet doen. Sorry. En zij zei dat tegen mij. Hey, nee, Benito, is leuk. Kwaliteit. Okay. Maar er moet ook brood op tafel. Waar ik in het begin zei van, nee, alleen maar kwaliteit. Nee, en ik hoef niet meer te verdienen. Ja. Ja, maar je moet... Ik ga dat niet doen. Ja, weet je? Ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind. En ik wil die mensen niet oplichten. Want ik weet dat als het in één keer kan, doe ik het in één keer. En niet in vijf keer, om het zo vijf keer te laten betalen. Ja. Weet je? En daar moesten we een middenweg in gaan vinden. Maar we hadden ook wel moeite met eerst vinden van hoe... Kijk, wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat is jouw scope en wat is die van hem? Precies. En daarin hebben wij eigenlijk een hele simpele regel op een gegeven moment gekregen. Want als wij discussiëren over iets, kunnen wij behoorlijk zakelijk kunnen wij best wel botsen. Okay, maar dat is ook goed, want ik verdedig mijn stuk. Ik moet ervoor zorgen dat de business blijft draaien. En hij moet ervoor zorgen dat die kwaliteit gewoon geborgd is. Ja. Dus ja, we gingen echt clashen op dat gebied. Hebben we nu nog steeds dat we wel pittig kunnen discussiëren? Maar als de discussie klaar is, dan is het gewoon de discussie klaar. En dan gaan we gewoon weer lekker een serie kijken. Want uiteindelijk is het een soort van hetzelfde doel, toch? En dat is gewoon een succes maken van het project of de business. We hebben een hele gouden, simpele regel eigenlijk bedacht. Ja. Alles op het gras is van jou. Alles buiten het gras is van haar. Ja, simpel. Daar ben je klaar. Is klaar. En dat heeft alles opgelost. Ja. Ik vind het boeiend. Hè. Dit is een van de... niet eens streven, maar een van de... De dromen die ik heb als het uitkomt op een relatie. Ik zou graag met een vrouw willen zijn waarmee je kan bouwen. Je kan dat willen, maar het moet klikken, wil ik. En jullie leggen goed uit hoe jullie ergens compromis hebben gevonden. En zorgen van, hey, this is how it's gonna work. En het lijkt te lukken. Ja, ik denk dat is echt wel een goede tip daar. En samen in business gaan, hè? Of samen dingen doen. Heeft dat jullie relatie weer naar een next level gebracht? Nou, ik denk dat onze relatie niks daarmee te maken heeft. Nee. Oh, oké. Gaat vanzelf wel. Ik denk dat die business niet eens daar is waar onze relatie is. Nee, zeker niet. Ja, ik denk dat die relatie, als die business van ons hier is, is onze relatie toch wel daar. Ja. Weet je? Ja. En als dat schade gaat maken aan onze relatie, onze business, gooi ik die business weg. Ja? En dan boeit dat geld mij niet. Let it go. Want je zegt het en ik geloof je ook meteen. Maar dat is niet makkelijk, hè? Ja, maar... Want als het boom biggie wordt, je zegt altijd, ons liefde weegt zwaarder. Ja. En jij zit precies zo erin. Ja, want jij bent die business, toch? Ja, maar weet je... Dus jij zegt, wow, klinkt heel nobel, maar wow. Nee, zeker money. Niet. Nee, zeker niet. Geld is niks. Geld is niks, joh. Het is materiaal. Je neemt niks mee, weet je. Maar vergeet het geld. Ja. Wat jullie dan hebben gebouwd is succesvol om dat zomaar weg te gooien. Ja, maar ja, weet maar, je weet wat ze zeggen. Als het excess gaat van de liefde, wat zeggen ze? Ze zeggen, liefde is niet te koop, toch? Ja, en dat is true. Dus dan kan die business er ook niet tegenop. Ja, klopt. Ja, toch? Mm-hmm. Dat is zo. Ja. Dat is zo, man. Nou, als we het hebben over wat mensen zeggen. In Gilly's Love Line haal ik altijd een of andere quote tevoorschijn wat gaat over de liefde, seks of relaties. Daar wil ik op inzoomen met mijn gasten en kijken wat their thoughts are on it. Of misschien hebben ze ervaring ermee. Okay. Ze zeggen namelijk, liefde is net een bedrijf. Je moet investeren. Investeren in tijd, investeren energie, geld en emotie. Anders gaat de onderneming niet slagen.
Ik denk dat het altijd investeren is. En ook van die dingen, tijd, energie, geld en emotie. Geld is het niet. Geld niet. Ik denk geld niet. Het heeft niet met investeren van geld te maken. Want wij we hebben hard times gehad, hè? Ja, man. Je ziet ons nu hier zitten, maar we hebben harde tijden gehad. En ja, man. Daarom, ik ga nooit vergeten waar we vandaan komen. Daarom zeg ik dat geld maar is nu ben je dankbaar daarvoor. Nou, want dan leer je elkaar kennen, zijn toch? Zijn de mooiste tijden, we hebben de zwaarste dingen als samen koppel, doorgemaakt. Wat jullie waard zijn, waar jullie kracht zit. Ik weet nog dat ik zwanger was van Lyric. En toen gingen we naar Spanje toe. We gingen naar Barcelona. Ja. En we hadden echt niet veel geld. We hadden niet zoveel, maar ik was hoogzwanger. Was het laatste moment dat ik dat ik nog mocht vliegen. Ja. En hadden we die vlucht gemist. Mm-hmm. En ik was helemaal een soort van verdrietig, want we stonden in een hele lange file, want we vlogen vanaf Antwerpen. En het was of we gaan nog een ticket kopen, maar dan blijft er zo'n klein beetje handgeld over. Of we gaan keren om en we gaan terug naar huis. Ja. En eindstand hij zei, fuck it, we gaan gewoon. Maar dat was uiteindelijk een van de leukste vakanties die we ooit hebben gehad. We hadden geen geld om in een restaurant te gaan eten, maar we gingen gewoon bij dat winkeltje, hebben een of andere Turk daaronder... wat aardappeltjes halen, patat bakken in het appartement, olie kopen. Hilarisch. Ja. Maar dat was een van de mooiste vakanties die we hebben gehad. Ja. Dus daarom zeggen wij ook, weet je, het is al die luxe, alles wat je ziet. Mm-hmm. Het is allemaal voor het oog. Is niks. Maar nogmaals, inmiddels dokter Lobba. ik kijk naar jullie en jullie zijn verschillend. Maar ergens in de belangrijke dingen zitten dus raakvlakken, er zijn normen en waarden en hoe je naar het leven kijkt. Het leven heb vooral. Ik het idee, hè? Ja. En meestal in het begin, toch? Als je verliefd wordt, dat is waar je met elkaar gaat praten. En daar hoorde je misschien praten, je hoorde je haar praten. Dacht je van, met deze, hier kan ik wat mee, volgens mij. Ja. En daar zit het hem in, toch? Daar zit het hem zeker in. Ondanks je in het begin, hè, je beste presentatie van jezelf neerzet. Zeker 60% is waar. waar te maken. Ja. Door diegene, toch? Ik denk dat hij slechts... Eén dingetje. Ja, nee, nu doe je dat eigenlijk wel. Wat hij zei dan? Wat was dat dan? Hij zou me elke dag masseren. Ja, maar dat was... Maar goed, ik maakte vroeger ook. Elke dag ging ik eten opscheppen, dus dat doe ik ook niet meer. Toen ze zei tegen mij, ik heb veel last van mijn rug, dit, dat. Ik zei, ga je elke dag masseren? Wat denk je? Dat begint dinget, hè? Ja, dan spelen we daar een Champions League wedstrijd. En jij zei, dan moeten we praten. Ik ga elke dag eten voor je uitscheppen. Dat is hem ook niet geworden. Nope. Sometimes. Dat is niet erg, we nemen het er gewoon zo. Ja. Oké, in 16 jaar kan ik deze vraag stellen. Je mag er even over nadenken. Dan is bij wie ga ik beginnen? Wat heb jij van Sharon geleerd? Ik ga het gewoon zeggen, dat ik niet alles moet willen oplossen als vroeger. Wat is dat? Ons nou gangster shit? Ja, zij vond het eigenlijk dat ik eigenlijk de straat meenam naar binnen. Ja. In het wereldje dat van ondernemers. Doen, ja. Ik moest dat eigenlijk leren. Ik had wel eens dat ik bij vergaderingen... Ja. Ik dacht van, hey, wat zeg jij tegen mij? Dat ik dan opstond en zei, hey, wat, wie denk je dat je bent? En dat kan niet. Nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. Ja. Weet je, en dat had ik heel... Er zijn meerdere mensen die dat moeten leren. Weet je, ik moest dat echt leren. Als je het werkt tegen, whatever je wil doen. Ja, en dan werd het af en toe, benito, weet je. Ja. En dan gingen we daar weg en zeiden, weer geen zomaar opstaan. Waarom die mensen en gangsteren. Ik zeg, ben helemaal geen gangster. Ik zeg gewoon wat ik voel. Ja. Weet je, en dat moest ik eigenlijk gaan leren van, je moet niet alles zeggen wat je voelt op dat moment. Ja. Neem het mee, zet het op papier. En weet je, dat heb ik wel van haar moeten leren. Dat ik soms goed moet ademhalen en let it go. Tot 10 tellen? Yes. Ja, oké. Maar ik ben iemand van eerlijkheid. Als ik je iets zeg met mijn mond, dan kom morgen om 1 uur. Ja. En je krijgt het om 1 uur, dan krijg je het. En dan hoef ik niks op papier te zetten voor je. Maar in deze wereld moet alles op papier, want er zijn ook mensen die soms een kleine leugentje eruit gooien van eigen best. Uit ervaring kan ik je zeggen, Mimang, dat soort reacties, er zijn mensen... die zijn skilled om daar gebruik van te maken. Hè? Want die gaan dan inschatten van, deze keel gaat zo reageren. Juist. Begrijp je? Juist. Ze hebben dat ook bij mij gedaan en ik hoefde het maar 1 keer te zien om door te hebben. Van, en dat was een fucking nerd. En dan was ik nog in die domme denking van, je hoort het me weer zeggen, is een nerd. Maar die nerd is Connie. Ja. Hij gaat agressief reageren en heel dat ding is gebos. Hij is uit het spel. Ja. En dat wil je niet.
Dat iemand gebruik maakt van gebruik kan maken. Of dat iemand jou kan lezen en daar gebruik van kan maken. Dat wil je niet. Ja. Dus I get it. Ik heb daar ook naartoe moeten groeien. Ja, man. Dus dat heb ik wel van haar geleerd. Om soms gewoon wijzelijk mijn mond te houden. Juist. En ook al ontplof ik van binnen. Neem het mee. En dan regelt zij het wel via, hè, je weet toch, de mail en de dingetjes. En, stevige mail. Yes. Want ik ben niet goed in mailen. Dus dan, ook dat is zij voor mij dan. We doen het samen. Wat heb jij geleerd van Benito? Wat ik van hem heb geleerd is... ik denk dat meer een stukje liefde voor mezelf, zeg maar. Mezelf op de eerste plek te durven zetten. Ja. Ik kom uit Hindoestaanse cultuur. Ik ben opgegroeid in een Hindoestaanse cultuur. Kontje? Ja. en daarin... een voorbeeld is, ik weet dat ik een keer had ik trek in een milkshake, ging naar de McDonald's. Ja. Benito ging met me mee, want ik had zo'n trek in een milkshake. En ik woon naast mijn moeder, we wonen naast mijn moeder. Mijn moeder is al best wel op leeftijd nu, weet je. Dus langs, willen jullie ook een milkshake? Ik had niet zo heel veel geld bij me, ik denk misschien, ik had genoeg voor 3. Mm-hmm. En wat heb ik, zij wilden ook allebei een milkshake, mijn moeder en mijn broer. En ik heb ervoor gekozen toen om een kleine milkshake te nemen en 2 medium. Ja. En dan gaf ik die 2 medium milkshakes aan mijn moeder en aan mijn broer. En ik nam voor mezelf die kleine. En hij keek naar mij. Hij zegt, maar Cher, jij had trek in milkshake. Ja, en waarom geef je hun die 2 kleine en jezelf niet een medium milkshake? Ja. Want je ging uiteindelijk wel de deur uit voor jezelf. En het is misschien een heel gek voorbeeld. Nee. Het is goed dat je het zo simpel houdt. Maar dat pas je dus toe ook op grotere dingen. Ja, dat het niet erg is. Bij de mensen waarvan je houdt. Mensen waarom je echt geeft. Of doe je dit bij iedereen? Mensen die minder belangrijk zijn dan een broer of een moeder. Ja. Iedereen. Je wel bij iedereen. Ik ben bij iedereen zo. Ik praat ook met iedereen. Ik praat echt met iedereen. Ik ben goed met iedereen, zeg maar. Wil zwerven een mooi gesprek met mij voeren. Als het een mooi gesprek is, is het een mooi gesprek. Ja. Dus ik voel daar geen... ik voel nooit een afstand tot mensen. Alleen was ik wel altijd bezig om anderen beter te maken. Of het beter te maken voor anderen. En mezelf daarin weg te cijferen. En daar heeft hij me heel erg bewust van gemaakt. Dat het oké is om meer van jezelf te houden dan van een ander. Ja. Want anders ben je niet in staat om die liefde te kunnen geven. Als je het niet kent voor jezelf. Ja. Je ziet je doel voorbij, zeg maar, als je zelf niet eens die self-love op eerste plaats zet. Juist. Oké. Okay. Ja. I like it a lot. Ja, dat heb ik wel van jou. Wist jij dat? Nee, hè? Nee. Mooie dingen, hè, Gilly's Love Line. Je hoort dingen. Gilly in the building, man. Je hoort dingen. En wist je dat van hem, wat hij omschrijft? Ja, ik denk dat ik dat wel wist. We hebben het er heel vaak over gehad. En ik denk dat hij... Kijk, ik heb hem niet veranderd of zo. Ik denk dat ik de mooie kanten van hem, zijn sterke punten nog sterker heb, daarbuiten heb kunnen brengen. Of hem bewust heb kunnen maken van de kwaliteiten die hij heeft. En dat betekent niet dat je die andere dingen niet meer hebt. Ja. Maar het is maar net even een andere balans vinden. En zien dat het effectiever is. En ik denk dat het meer is bij ons beiden. Dat we gewoon niet veranderd zijn. We willen elkaar ook niet veranderen, want... Hè, de flaws van elkaar. Iedereen heeft zijn goede en zijn mindere kanten. Mm-hmm. Maar het gaat om evenwicht daarin. En wat weegt zwaarder. Dus dan neem je die andere kanten, maar de flaws, maar voor lief, zeg maar. Ja, wat is dat nou in vergelijking met al het moois dat een persoon wel heeft? Dus glas is bij ons wel altijd half vol. Bij mij, bij ons allebei. Ja, jij zit ook, jij ziet ook het glas half vol? Ja, altijd. Ja. Bij mij is die nooit half vol. Altijd half vol. Het maakt niet uit. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Als je zou... rare vraag misschien. Omdat dat is moeilijk te raten. Maar als je jullie relatie in het begin... Nee, rate jullie relatie vandaag de dag. Tussen de 1 en 10. Realistische... Onze relatie? Ja. Sorry. Kijk, het is omdat je geen 10 mag geven. Ik geef gewoon 10. Kijk, als je een 10 geeft, dan zijn er geen verbeterpunten meer. Ja, dan is er geen ruimte voor verbetering. Begrijp dat dan weer wel. Dus ja, ik denk toch wel, ik zeg gewoon 9. 9. Ja. En dat zeg ik niet omdat ik hier zit of omdat zij. Ik geloof je. Gewoon 9. En jij gaat voor een 10 zeggen: hé, heel leuke aardigheid. Ik denk dus dat je bent gewoon, happy precies. Ik ben echt super happy. Dus ik vind het gewoon... ik doe niet mee met... als je moet nooit een 10 geven. I don't give a fuck. Je vorige relaties, hè? Gewoon, als ik moet vergelijken met mijn vorige relaties... Ja, dan is dit een dikke 10.
Ja. Als ik het moet relativeren, zeker. Maar tuurlijk is er wel ruimte voor verbetering. Dus ik ga denk ik wel gewoon met je mee. Ja. Ik ga gewoon met die 9. Pas, ja, je want moet er zijn pas ook wat dingetjes waarvan ik denk van, ja. Maar dan heb ik het goed gedaan tot het einde. Dan krijg ik een 10, maar nu moet ik 9. En wat is het en speciaal om een richt op om minder te doen over de vorige relaties? Maar dit is dus degene waarmee ik zo lang ben gebleven. Wat is er dan in haar dat er heeft gezorgd dat het eruit ziet dat we vandaag een relatie van een 9 hebben? Wat is dat? Ik denk, ik ben van mezelf, misschien even om terug te gaan. Mijn oma die zei altijd, degene die met deze jongen gaat zijn, die moet heel veel geduld hebben. Heel veel geduld. En ik denk dat zij zeker wel de geduld heeft met mij gehad en nog steeds heeft. Die een ander denk ik niet zou hebben. Ja. Als ik af en toe in haar schoenen zou moeten staan. En dan dat er zo iemand als ik dan af en toe even, weet je, dat heeft. Of even anders reageer op dingen. Dat ik daar al weg was. Weet je, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, en ja. Zij niet. En het feit ook dat toen ik bij haar kwam wonen. En, want jij kwam van Amsterdam. Ik kwam van Amsterdam. Door die homies. Hey, Krulli of Krullenbol of Sanning. Ja, wat ik wilde krulletje. Nog niet. Krulletje. Krulletje. Wat ik wilde toen nog niet zien. En hun zaten me eigenlijk een en beetje te treiteren. Zijn dat nog steeds je matties? Ja, ik zie ze niet meer. Oké, okay, maar voor eeuwig dankbaar. Iedereen, dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, voor eeuwig dankbaar. Dat wel, zeker wel. Maar we zien elkaar niet meer. Jonge dingen van water. That's life. Maar goed, dus... Ja, ik zou eigenlijk als ik een gast was, was ik misschien al lang gone, was ik weg. Yeah. En zij niet, heeft toch alle geduld gehouden, heel veel met me gesproken. En inmiddels kent ze mij en weet ze ook wel hoe ze eigenlijk, weet je, weer zij resetknop kan indrukken. Zij heeft jouw gebruiksaanwijzing. Ja, en die heeft zij. En haar bromming, zodat geen andere vrouw het kan lezen. Ja. Ze heeft heel het goed opgeslagen hier. Ik denk dat de andere vrouw het niet gaat kunnen. Gaat niet werken, man. Echt niet werken. Ja. Hij is sowieso vermist, die gebruiksaanwijzing. Dus dit is hem. Nee, maar het is gewoon compleet goed voor de kinderen. Weet je, en dat vind ik belangrijk. Hé, maar hoe is dat gegaan? Want we zeggen even snel, blended family en blablabla, heel snel eroverheen. Ja. Daar staat nooit de uitdaging in? Nou, wel. Ja, maar we hebben het wel heel slim aangepakt. Ja. Op het moment dat de kinderen bij ons allemaal kwamen wonen, moesten wij gaan nadenken. Oké, hoe gaan we dit doen? Ja. Want ik heb Jericho, die komt uit de vorige relatie. Je had al een kind uit de vorige relatie. Ja, en hij twee zoons. Ja. Ik een zoon uit de vorige relatie. En die moesten ineens met elkaar gaan wonen. Volgens mij was Lyriker toen... Nog niet. Dus voor jullie heel spannend, maar ook voor die kinderen dus. Ook voor die, maar die kinderen, weet je, kijk, kinderen, ik weet niet, op een of andere manier, kinderen, wij hebben allebei altijd hele goede relaties met kinderen, iedereen's kinderen. Kinderen, okay. We love children, children love us. Weet je, het is gewoon die puurheid. Vandaar dat het werkt in FC Skills, want jullie werken met jongeren daar. De jongste kinderen vanaf 4 jaar, weet je, kinderen zijn gewoon puur en die maken je het allerblijst gewoon. Ja. Dus die kinderen, dat was niet echt het probleem. Maar het is wel een kunst om kinderen ineens als één gezin... Ja, je moet ze tot één gezin gaan vormen. Ja. Dus wij hadden er eigenlijk voor gekozen om die twee jongste zoons... de eentje van mij en die van hem, bij elkaar in één kamer te stoppen. Ah, en niet die twee van hem in één kamer te stoppen. Want we hadden maar twee kamers en 3 jongens. Ja, dus we hebben ervoor gekozen om die 2 jongsten bij elkaar te zetten. Waardoor die 2 juist een hele sterke band kregen. Ja. En zelfs soms gingen samenspannen tegen die oudste van hem. Dus dat was eigenlijk een beetje de strategie. En dat heeft, heeft goed uitgepakt. En als je ze ziet met elkaar... Maar los daarvan is er nog een element. Want er zijn dus 4 mensen in die tori. Want ze hebben ook andere ouders. Ja. En ik neem aan dat daar ook een uitdaging in zit. Kan zijn. In het begin was dat zeker een toch? Uitdaging. Ja, en dan moet je vinden, toch? Een weg vinden. Ja, dat was een uitdaging. Maar uiteindelijk heeft wel even geduurd, denk ik. Maar de aanhouder wint, hè? Ja. De aanhouder wint, ja. Iedereen moet willen... Ik weet niet hoe dat bij jullie eruit zit, maar ik zit als iemand die geen kinderen heeft en de situatie niet heeft, gewoon objectief in te vullen hoe ik denk dat het eruit ziet. Ja. Uiteindelijk als je ziet dat iedereen oprecht is en lobby heeft voor dat kind, iedereen toch? Iedereen houdt van dat kind.
dan moet je er wel komen, toch? Op een gegeven moment. Ja, niet alleen dat hoor. Het is ook een stukje de acceptatie. Acceptatie, weet je, op het moment ego, dat iedereen heeft ook een ego waarschijnlijk. Op het moment dat dat speelt ook een rol. Hè? De acceptatie van de ander, weet je, op het moment dat ze dat je oudere, je ex-partners gewoon over je heen zijn, dat is pas het moment dat ze het kunnen accepteren. Oh, dat was ook nog niet het weet geval. Weet ik niet, maar ik denk wel dat het altijd is wat problemen veroorzaakt. Ja, je noemt het niet zomaar, je zegt het niet zomaar. Nee. Ja, maar ik zie het omheen ook. Okay. Is mijn analyse. Juist. Is wel, als jij nog gevoelens hebt voor iemand, ja, die gaat verder met zijn leven, is altijd stoort. Complex. Ja. Is altijd complex. Dat trigger je toch wel iets bij die ander van, hey, oké, het is nu afgelopen. En damn, hij of zij is nog gelukkig ook. Het is normaal met gelukkig zijn. Ja. En dat. Gek geworden. En dat. Ik denk dat het daarin meer dingen. Zit dan ja. Dat het is van, nou, het is toch goed voor de kinderen. Ik denk. Oh, eerst nog moet allemaal verdwijnen. Is, want je hebt ook verschillende persoonlijkheden. Ja. Misschien één is agressief, één is slim, één is ego, één is narcistisch, whatever. Ik noem dingen op. Heb je met 4 personen te maken met kinderen. Juist. Ja. Spannend. Ja, maar vandaag de dag. It's all to the goodie. Allemaal goed. Maar iedereen wordt ouder, hè? En je praat al over 16 jaar geleden. En als het nou nog steeds zou zijn, ja, dat klopt niet. Dus ik laat jullie praten over jullie zelf. En als je er zo op afstand naar kijkt, denk je van, hey, wij verdienen best een applausje als deze Black Excellent Power Couple Hero. Is dat zo, Lyric? Of doe je het te bescheiden? Je heeft geen idee waar je het over hebt. Nee. Je zit op TikTok. Denk je dat dit boeiend is, dit gesprek? Ja, volgens mij niet. Volgens mij niet, nee. Nee, ik denk dat we het goed doen. Durf je dat over jezelf te zeggen? Ja, ik wel. Okay. Zeker wel. Ik durf wel te zeggen dat wij het goed doen. Ik hoop dat we anderen inspireren om te laten zien, weet je, dat echte liefde gewoon nog bestaat. Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen, ik geloof niet meer in de liefde. Nee, weet je, ik denk dat te veel, als ik voor vrouwen mag spreken, dat vrouwen te vaak denken aan een prins op een wit paard. En die hebben al helemaal uitgekristalliseerd hoe die partner eruit moet zien, wat hij moet doen. Die ga je niet vinden. Moet hebben. Vriendin, die ga je niet vinden. Die bestaat niet. Hij kan gewoon zomaar bij een feest aan de deur bellen en bam, dat is hem. Ik hoor gisteren nog een heel mooi, of eergisteren was ik uit eten met een vriendinnetje, die ik ken vanaf de basisschool. En zij heeft haar super succesvolle zakenvrouw. En waar heeft ze haar man ontmoet? Ze ging naar, want ze haalt elke ochtend bij de BP een koffie. Mm-hmm. En de man achter de kassa is de liefde van haar leven geworden. Oh, begrijp je? Ik hou van dat soort dingen. Kijk gewoon iets, kijk. Weet je, laat dat los. Juist, let it go. Juist. Je hebt wat je wilt en je hebt live. En kijk wat live, hoe live op je afkomt en wat je wordt gegeven, denk precies. Ik. Dat is een goeie. Maar ik ga dus bij BP moet ik zoeken, no? Bij BP, daar zijn ze. Nee, it is a beautiful thing. I love it. Maar ik ga het voor jullie benoemen. Voor jullie samenvatten tot nu toe wat ik heb gekregen en wat ik dan heb gezien. Dus blended family, wat dus nu lekker loopt. Samen een business projecten opzetten, want het zijn meerdere projecten, ne? Wat ook inmiddels lekker loopt. Jullie liefde, 2 persoonlijkheden, wat ook goed loopt. Met het gezin, wat ook goed loopt. Hey, is een succes voor al jaren. En dan hoeft geld niet aan te pas te komen, want geld is shit inderdaad. Ja. Maar jullie zijn rijk, zo dus klinkt het nu. Ja, wij voelen ons ontzettend. Ik voel me heel rijk. Ja. Hey? Ik ook. Toch? Ik ook. Heel rijk. Ik denk dat je jezelf rijk mag voelen. Ja. Op het moment dat alles gaat zoals jij zelf wil. Ja. En waarom zeg ik het zo? Ik denk als mens hebben we heel veel invloed op onszelf. Mm-hmm. En je kan heel veel dingen zelf sturen. Mm-hmm. En als jij wil dat het goed gaat tussen jou en je partner, regel het. Regelen. I love it. Regelen. Maak moeite voor. Als jij een business wil starten, kan je met je mond praten. Juist. Regelen. Maar doe. Weet je, en ik denk dat daar geen geld bij voor nodig is, maar creativiteit. Maar wat ik heel mooi vind, wat je zei, en in jouw ogen zie ik dat je meent, en jouw reactie ook gelijk zo van, ja tuurlijk, dat het zo tuurlijk is, dat je zei van Maluku. Ik kan makkelijk zeggen, fuck all that, als het de liefdes gaat. Ja. En jij was gelijk zo van, ja, I love it. Want het is makkelijk zeggen, maar doen. Ik zou niet iemand kwalijk nemen als iemand daarmee zou struggelen. Nee. Eén van de twee. Nee, kom op, man. Want daar steek je ook energie in en je hart als je passioneel bent over wat je doet. Want ik neem aan dat jullie dat niet even doen. Kost tijd, energie, moeite, bloed, zweet en tranen. Ja. Maar om dan toch standvastig beide tegelijkertijd te zeggen van,
Hey, maar easy. Chintori, schuif hem gewoon opzij mocht het de liefde schaden. I love it. En dat is dus waarom ik jullie heb geroepen, om dat een beetje te laten zien. Want in Gilly's Love Line, hè, proberen we de liefde te doorgronden door verschillende verhalen te delen. En bij jullie dan, ik zet jullie neer als powerkoppel. Dat is wat ik vind. Wauw. En I love it. Black excellent powerkoppel, shit. Own it. Ja man. Dank je. We gaan breken. Yes. Maar geld is niet belangrijk. Liefde is wat we nastreven. Dat zegt jou nu nog niks, maar onthoud het. Zet het in je achterhoofd. It's all about love. Weet je wat mij echt, echt gewoon blij maakt? Nou? Kip nuggets met frietsaus. Zie je, ik wou dat mijn leven nog zo simpel was. Ik wou dat mijn leven nog zo simpel was. Oh, en een McFlurry met Oreo en karamelsaus. Jij lijkt me een kip 9, meisje. Ja. Ja. Zie je? Ja. Ik ben goed in mijn werk, hè? Oh my god. In Gilly's Love Line, als ik een koppel heb altijd, ik dacht van ik doe het één keer, maar ik krijg zelf berichten in mijn DM's en zeggen, oh dat is zo leuk. Dus ook jullie gaan mijn koppelvragen ondergaan. We gaan een spelletje spelen met z'n drieën. Okay. Ja? Get ready, wacht even. Check, heel makkelijk spelletje. Wow. Heel makkelijk spelletje. Er zijn maar twee antwoorden mogelijk. Benito of Sharon. Okay. Ja dan? Deze is voor jou. Benito, aan de achterkant, wat staat daar, wat denk je? Andere kant, tadaa, tadaa, deze is voor jou. Mm-hmm. Ja? Wat ik wil dat je doet, voor de mensen die op Spotify luisteren, we hebben hier bordjes met Sharon en Benito. Ik ga hun vragen stellen en hun geven antwoord, Sharon of Benito. Het is altijd aantrekkelijk voor die koppels om naar elkaars bord te kijken, niet doen. Als ik je een vraag stel, geef me het antwoord zonder naar elkaars bord te kijken. Okay. Ja, zodat het een oorlog of geen oorlog, ja, vandaag is vandaag. Ik zal niet de engste vragen stellen, maar het is gewoon benieuwdheid. En gaan kijken waar we staan. Ja. Zie je? Ik betrek me zomaar in jullie relatie. Wij kijken waar wij staan. Maakt niet uit. Kijken waar jullie staan. Met jullie lobbyeren. De couple questions. So get ready. Bordje klaar? Yes, ready. Okay. Even kijken wat ik voor jullie heb. Oké. Okay. En true antwoorden, jouw antwoord. En dan als je daar weet, als je het wilt beargumenteren, of we gaan gewoon verder, Heel easy, heel leuk, maar real vooral. Okay. Eerste vraag wat ik aan jullie heb. Wie is het meest veranderd als je kijkt, sinds jullie elkaar daten? Wie is het meest veranderd sinds jullie elkaar daten? Niet kijken naar elkaars bord. Benito. En Benito. Ik ben eerlijk. Serieus? Ik ben eerlijk, ja. Wat is er zo aan jou veranderd? Ik ben rustiger geworden. In de zin van... toef allemaal niet meer zo. Weet je, altijd flashy en... Wat was je flashy? Je hield van wat ze vandaag noemen flexen? Ja, nee. Dat en wat wij noemden flossen? Nee, dat was het niet. Maar het was een beetje meer het, de Amsterdamse mentaliteit, hè. Ah, ja. Heb jij een 3 auto's, dan heb ik er 4. Ah, oké. Heb jij de nieuwste Moncler jas, nou, dan heb ik... Zullen we namelijk zeggen Strelibi? Yeah. Weet je, en dat is... Vermoeiend. Ja, zo, mooi. Dat is klaar, dat doe je tot een bepaalde leeftijd. En dan zeg je, hey, het speelkwartier is voorbij. Ja. Oké. En waarom zei jij Benito? Dat ik dat ook vind. Dat alles is veranderd aan hem. Ja, maar ik vind hem ook gewoon... ik vind hem echt... hij is... Nou, wat ik heel erg veranderd vind aan Benito... is dat hij nu verbaal veel sterker is geworden. Mm-hmm. Dus daar waar hij eerst misschien boos werd... kan hij nu zijn gevoel veel beter onder woorden brengen. Eigenlijk heel erg goed. Soms zelfs beter dan ik. Dan was ik wel eens over dingen heen. En dan pakt hij hem even terug. Dan herinnert hij jou wat jij hem... Ja, ja. Want komt het ook door haar, dit alles, Benito? Ja. Die verandering. Ja, ik heb heel veel van haar geleerd. Je was al zo. Niet zo bescheiden. Ja, maar ik was niet een prater, omdat ik altijd zoiets had van... Oké, dan ga ik met je praten en dan is het opgelost. Dat is een positieve benadering. Hoe je er al in stapt. Ja. Dan gaan we praten en dan. Dan ben je 16 jaar verder. Ja. Of dan heb jij gelijk of dan heb ik gelijk. En dan heb ik heel de tijd lopen praten en het kost zoveel energie. Even, en dan... even side. Is Benito een moeilijke man? Ja man, hij is echt moeilijk. Wat als moeilijke man herken ik het. Hij is zo moeilijk. En waarschijnlijk ben je niet eens moeilijk, maar mensen kunnen jou ervaren als moeilijk. Want als je eenmaal er doorheen hebt geprikt.
Nou, een vaarlijk sweet boy. Hij is super lief. Hij is de lief, ik denk, nou, liefste man die ik ken. Ik vind het altijd grappig. Zijn moeder bedankt me minimaal één keer per jaar. Dankjewel dat je zoveel geduld hebt met mijn zoon. Dat is toch erg? Nog steeds. Maar zij bedankt mij tot de dag. It doesn't get old. Nog steeds. Nee, nee. Alsof het vers. Dankjewel. Ja, want ze had echt zorgen daarom. Is goed ook, gekomen. Ik was ook het enige kind van mijn moeder die 2 levensverzekeringen had. Ja, ja, kijk, ja. Weet je, dat is echt erg. Als je dat van je ouders moet horen, weet je. Deze moeten we dubbel verzekeren. Ja, man. Dus, Thanks to Sharon, ja man. Echt. I love it. Oké, niet naar elkaars bord kijken. Wie is het koppigst? Benito. Ja. Oké, nou, dat duidelijk toch? Ik weet het ook wel. Je weet het ook, ja, je weet het duidelijk. Hé, hier, als ik dit speel, geven koppers meestal heel vaak voor 90% en soms zelf 100% hetzelfde antwoord. Dus die mensen die ik hier uitnodig, die kennen elkaar echt. Dat is echt een lobby. Ja, ik ga hier ook geen... Ga ik een keertje wel doen. Een paar fake-ass lobby mensen uitnodigen. Dat is wel leuk. Ik ken er wel een paar voor je. Oh, ja, serieus? Nou, geef maar op als ze bereid zijn te komen. En dat is niet om die mensen te kakken te zetten. Maar dat is dus om mee te werken aan mijn doel. Echte liefde in het gesprek te laten zien. Ja, dat kan je meten. Ja. Gaan we doen. Weet hè, meten is weten. Geef me zo meteen een lijstje door. Oké. Wie is het jaloerst? Oh. Mag ik niet beïnvloeden? Mag ik ook de zijkant ervan wijzen? Ja, nee. Dat hebben we niet, man. Niemand. Oké, zo minimaal als dat jullie jaloers zijn, in die minimale, wie is het jaloerst? Ik denk dat onze dochter meer jaloers is als iemand anders. Oké, nee, ik zie dat het. Nee, dan is het er gewoon niet. Dat is echt niet. Oh, maar dat is mooi. Wij zijn niet. Echt waar? Nee. Is dat omdat je karakter zo is? Of is dat gewoon omdat de vertrouwen op een next level is? Wat jij zegt, jij bent wantrouwig van nature. Ja. Ja, dat ben ik zeker. Maar in de liefde met haar, nee man. Nee. Mooi man. Nee, en ook bij jullie eigenlijk zelfde reactie. Hey, maar. Ja. Maar dat is het er niet. Dan gaan we er niet naar op zoek. Hij geeft mij geen aanleiding daartoe. En ja, ik heb denk ik alleen maar. Ja, ik heb alleen maar oog voor hem. Interesseert mij dat nou? Tuurlijk zie je mooie mensen. Dat kunnen we ook dat mag je ook gewoon zeggen. Als iemand een mooie vrouw is, mag hij dat gewoon zeggen. Hij heeft oog gekregen. Wat moet hij stiekem. Dus hij zegt tegen jou. Hij kan gewoon zeggen: zo, dat is wel echt een mooie vrouw. Dat mag hij kan zeggen. Dat kan zij ook tegen mij zeggen. Toch? Hij is een mooie man. Als we gaan doen net of we dat niet zien, dan ben je aan het liegen. Nee, dan is het er. Weet je, we zijn niet alle twee de mooiste van de wereld. Er is altijd iemand die mooier is. Altijd baas boven baas. Altijd. Er is altijd iemand mooier, iemand rijker, iemand slimmer. Altijd. Iemand, altijd. Ja, gewoon realistisch zijn. En van mijn schoonvader mag ik gewoon kijken. Hey. Dus, en vanaf hij dat tegen mij zei, dacht ik, ja, ik mag kijken. Ik ga het toch vertellen. We gingen voor het eerst naar mijn vader. Hij had mijn vader nog niet ontmoet. Mijn vader woont op Dominicaanse Republiek. Nou, we zijn geland op Punta Cana en dan is het 4 uur rijden naar de hoofdstad. Mijn vader woont in Santo Domingo. En we rijden en ik zit achterin, hè. Jij zat voorin. Ja, ik zat voorin. Wat zei hij tegen jou? Hij zegt op een gegeven moment tegen mij. En we waren net geland. Weet je, we hebben ineens een kilometer nog gereden. Ja. Ik ga zitten in die auto en hij staat in de auto en begint te rijden. Zij zit achterin. Hij zegt tegen me, hey, je moet gewoon kijken, hè. Kijk gewoon links rechts, hoor, want dat doe ik ook. Ja. Wat zeg jij tegen mij? Hij heeft gelijk geïntegreerd in die Dominicaanse cultuur. Hij zei, waarop zij op een gegeven moment van achter hoor ik dan zeggen van... Hé pa, wat zeg jij? Hij heeft toch ook gehad om te kijken? Weet je, dus ja, en toen, ja, kijk, en als je schoonvader je iets zegt... Dan moet het, dat is het. Moet, hè? Dat je wil lijken. Met moeite kijken, dan zeg je van, oké, het bil is groot. Klopt, heel zakelijk. Klopt. Ja, dus dat. Het is pijnigend voor je. Wij hebben dat. Nee. Bij de voetbal praten er zoveel mannen met haar. Ik ben Punta Cana en Santo Domingo, dus ik weet waar je het over hebt. Dus dan weet je het. En je vader heeft gelijk, want je bent in zo'n soort land waar... Ja, maar ook... Gekeken kan worden. En ze zit in de voetbal. Een beetje voor mannen daar zijn. Dus dacht ook, elke man die met haar praat, dan moet ik... Dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Geen tijd het is niet nodig. Het is groot en wijs genoeg om te weten wat ze zeggen, wat ze niet moet zeggen. Ja. Okay. En als het zo is, dan is dat je mondig, no? Je bent mondig, no? Ja, man. Soms vind ik... Maar ik denk van, hé, jij kleine meid, doe relax. Krulletje. Ja, echt. Oké. Maar goed. Is het beautiful. Hey, wie van jullie twee zei als eerst, ik gooi van je?
Hij weet het al, hè? Sharon. Ja. En jij weet het moment dan blijkbaar al. Ja. Of jij zegt van ja, dat is sowieso iets wat ik niet als... Ik zei dat nooit. Ja, je zei dat nooit? Nee. Jij hebt het geïntegreerd in de... Ik zei het nooit. Ik vond het heel raar dat ze dat soort dingen zei. Hey, doe eens normaal. Hij vond dit al raar. Dat ik een keertje deed dit. Echt waar? Ik zijn hand en ik deed iets en hij was me zo raar aan het aankijken. Nee, wat doe jij? Hoe oud waren jullie toen? 16 jaar terug. 32. Ja, want dan ben je al grown. Hè? Dan ben je al grown en dan toch nog. En ik zou je wat zeggen, ik herken die bullshit. Ik herken die bullshit, dat is die domme shit. Weet je, hand in hand lopen. Ik was verliefd en hand in hand lopen was een dingetje voor mij. En toen was het rond Valentijnsdag te zeggen, weet je wat, zocht ik een steeg op. Zeg ik, laten we hier lopen. En ik ben die, hand in hand. Dat is die domme shit, ik herken dat. Dus Valentijn, en zij gelukkig dat ja, ze was. Normaal. We zijn raar. Mijn oma die zei een keertje tegen mij. Als kind, want ik ben opgegroeid door mijn oma, mm-hmm, tot een bepaalde leeftijd. Ah, ja. En die zei tegen mij, Benito, als mensen, maar je nam het te letterlijk, weet je. En nu ben ik ouder, dus begrijp ik wat ze bedoelt. Ja. Ze zegt, Benito, als mensen de hele tijd tegen je zeggen, ik hou van je. Is het niet waar? Okay. Dus ik dacht van, hey, dan ga ik dat woord nooit zeggen tegen mensen, zolang ik niet van iemand, weet je. En tot op een gegeven moment zei ze tegen mij, ik hou van je. Dacht ik, wat zeg jij? Je hebt er een box gegeven, hè? Toen dacht ik van... Hey. Een duim, thumbs up. Ik zei het volgens mij tegen je gewoon, hè? Wat zei je? Rustig, dit is stuk. Ik zei, dat moet je niet tegen mij zeggen. Hey, dit is stuk. Nog net niet. Ja, we gaan maar bijna komen. Ja. Zomaar pak je die balans op. We waren net zo leuk bezig. Oké, dan heb ik een betere vraag. Dan wanneer zei hij het? Wanneer kreeg hij de strot uit om dat terug te zeggen? Of is dat nog nooit gebeurd? Jawel. Kan je dat moment herinneren? Was het niet in een brief? Ja, ik was even op vakantie. En daar merk je van. Als je op vakantie bent, dan leer je mensen kennen. Ja. Je leert jezelf kennen. Ja, je leert jezelf zeker kennen. En toen was het eigenlijk wel van ja, dat is hem. Ja. Toen kwam het en hoe kwam die aan in die brief? Want dat kwam dan ook nog. Dacht iets ook van. Huh? Maar dat ik het echt heb gezegd zo uit mijn mond, dat was eigenlijk een beetje na Kane en Jael, hè? Ja. Nou wat? Toen ze bij ons kwamen wonen. Ja. Mooi is dat. Mannen zijn apart. Kinderen bij mij kwamen wonen. En onder mannen heb je nog in degradaties ander soort karakters. Ik herken die shit. Ja. Want weet je... Nee, ik ga niet over mezelf praten. It's all to the good. We gaan verder met dit spel. Oké. Wie gaat er beter om met geld? Benito. Vrouwen houden van shoppen. Ik niet. Nee, zij niet. Vrouwen houden, maar niet eens kleren, maar misschien een boodschappen die niet erg nodig zijn. Of nee. Maar hoezo Benito? Direct beide weer, hè? Beide Benito ook. Hij is gewoon... Beter? Ik ben die persoon die altijd... Ondanks je Strelibi vroeger. Ja, maar omdat ik zat ook in die Strelibi, maar ik was niet gek. Ik was niet gek. Ik ging nooit iets kopen als ik het dubbele geld er niet van had. Dan kocht ik het niet. Dat was iets wat ik vanuit huis heb geleerd. Daar was er ruimte voor. Ja, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Mooi. Van zorg altijd dat je... Mooi. Want ik had eerlijk gezegd dat het Sharon zou zijn, omdat dat corporate en hoe je kwam en dit en... Maar ik vind het ook niet echt haar taak of zo. Ik denk dat het meer een taak is voor mij om te zorgen dat er altijd het eten en het financiële en alles gewoon thuis is. Yeah. Want ik krijg een slapeloze nacht als ik mijn gezin geen eten kan geven. Net wat je zegt, het is een fabriek. Ja, en die moet gedraaid worden, die moet gerund worden. Yes. En ik voel me wel verantwoordelijk daarvoor. Nice. Gaat goed tot nu toe, hè? Jullie kennen elkaar. Mhm. Wie is het agressiefst? Nou. Denk maar rustig. We hebben geen haast, hè? Je antwoord moet goed zijn en er moet over na zijn gedacht. Waarom lach je, Lerik dochtertje? Wie is het agressief? Zeg jij maar. Nou, als iemand agressief is, kan mijn moeder het zijn met schelden. Maar kan het ook weer mijn vader zijn dat hij iemand gelijk wil slaan. Oké, okay, een beetje aan de situatie. Volgens dochter zijn beide agressief. Ja. Maar jullie zeggen nu Benito bijna. Ja, ik denk dat ik het iets beter kan managen. Maar ik denk niet dat ik minder agressief... Er is ook agressie bij jou.
Tegenover ja, elkaar? Nooit. Uno fitti, hè? Nee. Dus niet eens koffie-dingen. Nee, maar gewoon. We schelden elkaar ook niet uit. Nee. We hebben een afspraak gemaakt. Doen wij niet. We hebben een afspraak gemaakt toen de tijd al way back. Er was eigenlijk een moment dat we elkaar gaan uitschelden. Met K of hou je bek. Of godverdomme. Of nou, moeten wij stoppen. Dat past dan niet direct. Ja. Helemaal als je elkaar gaat slaan. Oh, dan moet je kappen. Ja. Dat is het. Dus wij hebben dat nooit gehad. Oké, mooi. Hey. Zij moet ook een voorbeeld hebben van wat voor... Juist, wat zij moet eisen als vrouw zijn. Want jullie zijn met kinderen binnengekomen. Ja. Dus dan inderdaad gelijk voorbeeldfiguur. Zij, als ik wil dat zij een man neemt die... dat zij later een relatie krijgt en waarin ze gerespecteerd wordt... dan moet ik wel haar laten zien hoe je gerespecteerd wordt. En haar vader moet laten zien wat respect is. Dus we kijken naar onze kinderen, de volgende generaties. Ja. Want als een man zijn hand optilt voor mijn dochter... Of haar gaat uitschelden of wat. Voordat je antwoord geeft, voordat je verder gaat. Manage die agressiviteit. Geef me antwoord. Ja, ga verder met je verhaal. Ik ga het niet accepteren. En zo zal een andere vader natuurlijk toch ook niet accepteren. Nee. Als jij houdt van jou. Laat me steeds even zeggen, dit. Begrijp je? En ze heeft drie broers. Ook nog. En die mannen die hebben hun eigen aanpakplan. Dus ik zou in principe helemaal niks hoeven te doen. Toch nog, hè? Oké. Is dat goed? Maar hoeft niet eens. Nee, hoeft niet. Nee, zij kan zichzelf redden. Zij gaat een goede man. Ze gaat met een goede man komen. Ja. Zeker. Want dat verdient ze. Zeker. 100. Oké. Ik moet iets erin gooien wat jullie helemaal off gaat brengen in jullie. Want dit is te perfect, hè? Nospa, we gaan even relaxen nog door. Agressiviteit, misschien een beetje gekoppeld, maar... Wie zoekt dan het meeste ruzie? Of zomaar ruzie zoeken, gewoon van, dat je zegt van, hey. Oké. Sharon en Sharon. Ja, gewoon zomaar, dat je denkt van... Rijd nou eens door, joh. Ja. Nee. Ik zeg, denk je dat die mensen je horen in de auto? Dat hoor je niet. Oké. Okay. En is dat gewoon, wat is dat, vrouwending of gewoon... You try to create something so that we can make up sex? Nee, dat ben ik niet nodig. Oké, maar je bent wel eerlijk erin. Ja, ik ben gewoon, ik kan wel gewoon zomaar kan even boos worden. En dat je achteraf denkt van, slaat weer helemaal nergens op. Okay. Ja, maar jij lijkt me, je zegt, zij is geduldig. Jij lijkt me ook veel geduld te hebben. Ja, hij veel geduld. Met haar dan, op in ieder geval. Ja. In de relatie. Jawel. Ja, okay. Absoluut. Dat verdient ze wel. Okay, die geduld die zij van mij heeft gehad, van mij valt in het niets, man. Oké, let's switch it up. Wie is het freakiest? Tussen de lakens uiteraard. Denk ik. Benito. Dat denk ik. Het kan ook niet. De oren dicht. Ja, ga jij eens even naar buiten. No, thank you. Dochtertje zit erbij, die lijkt weg te gaan. Nee. Jij mag dit niet horen, go ahead. Dit moet ik horen. Haak je zeg, we nu staan. Ga weg. Ja. Nee, maar Benito, dus jij bent zeer stille water, diepe gronden. Ja, man. En dan ga ik je wat zeggen. Ik kan niet zwemmen, man. Shit. Dus die diepe gronden, dan ga ik dit in. Maar ik denk, ik ben ook, ik denk wat ouder daar. Ja, dat is ook. En ik denk hoe ouder je bent, hoe meer ervaring je hebt, het is net als je naar school toe gaat, je begint bij de basisschool en dan word je steeds ouder, je gaat steeds meer dingen leren, En een relatie moet spannend blijven. Een relatie moet... Levendig blijven. Maar je pakt het mooi in, maar moraal van verhaal... Je bent gewoon een oude viezerik. Dus is dat, hè? Ja, ik ben... And you like it. And you like it. Sowieso. Ik ben gewoon bons. Zijn jouw ouders, hè? Anders was zij er niet, hè? Ja, eerlijk is eerlijk. Anders was je niet zo slim geweest. Zij vroeg dat ik, mama, hebben jullie eigenlijk seks? Ja, natuurlijk hebben we seks. Eeuw! Ik zag Lerik, niks te eeuw, anders was je niet hier. Wacht. Zij... Nee. Daar ga ik geen antwoord op geven. 11-jarige dochter vraagt of ze ook de liefde bedrijven wanneer zij thuis is. Wat een next level vraag. Weten we niet. Weten we niet. Dit spelletje spelen jullie maar in de auto. Doei, Lerik. Ik wil er niet bij betrokken raken. Nee, oké. Next question. Go erop. Ik ga erin, bedankt. Hilarisch. Ik niet, hoor. Daarom drink ik water.
Let's go. Oké, tot nu toe. Damn, jullie kennen elkaar toch goed. Hey, wie heeft waarschijnlijk nog geheimen die niet zijn gedeeld met de ander? Als ik iets niet heb gezegd, nee, je bij me. Dan ben ik het gewoon vergeten. Ik ga zijkant zetten. Weer, ja? Ik ga echt zijkant, ja. Echt waar? Dit is eerlijk, ook zo eentje? Eerlijk. Ja, ik, kijk, je weet alles. Wij zijn echt over als ik iets alles niet weet of als zij niet iets niet weet van mij, ja, dan is het omdat we het zijn vergeten om te vertellen. Ja. Oh. Je kan... Dan komt hij weer, dokter Benito. met zijn uitleg. Je kan... Je kan het beter gewoon vertellen. Als je iets wil doen. Of als je iets... ja. Zeg het gewoon. Als je iets wil doen, als iets is gedaan, als iets is gebeurd, ja, als iets is ja, liever delen. Zeg het gewoon. En als je weet wat je aan elkaar hebt, vertel het gewoon. Is er een geheim gedeeld door de ander waarvan je dacht van, oh wauw. Wij zijn altijd heel open geweest. Dus want was, zeker, natuurlijk vanaf, gewoon. Zeker vanaf het moment dat we ook... eigenlijk de stap hebben genomen om ook het huwelijksbootje in te gaan stappen. Ja. Denk ik dat wij, ja, ik weet niet, op een of andere manier, we hebben helemaal geen reden om dingen niet tegen elkaar te zeggen. Ik weet niet, ik kan niet echt zo goed uitleggen, maar als ik voel geen concurrentie, hij voelt geen concurrentie, we hebben geen angst eigenlijk. Okay, dus dan ben je ook niet bang om dingen met elkaar te delen. Dus ik heb ook liever dat als hij in een fase komt en zegt van... Nou schat, ik zou het wel leuk vinden om... hè, dan moet je dat gewoon met mij bespreken, bro. Want we gaan het gewoon dan maar realiseren, of niet. Maar weet je, we gaan het er wel over hebben. Oké, okay. I gotta take it up a notch. Want jullie zijn moeilijk as in. het is op één lijn. And I love it. Niemand gaat vreemd hier. Nee. Toch? Oké. Okay. Nee. Dat proef ik gewoon. Ja. Maar. Als iemand vreemd zou gaan. Ja. Om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Wie zou dat zijn? Geen geluiden. Geen beïnvloeding. Ja. Gewoon antwoord geven. Wie zou dat zijn? Nou. Als dat iemand. Hey, 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 hey. Oh, sorry. Ja, dat denk ik sorry niet. Ja, nee, ja, dat is weer zeker. Het gaat niet maar. Oké, sorry. Je hebt het al gezegd. Hij zei Benito. Ja, maar dat denk ik dus niet. Natuurlijk zien. Wie zou zij draaien en waarom? Sorry. Maar ja, is verloren gegaan. Waarom zei je Benito? Omdat ik... Slim. Ik zie dat... Is een man slim. Nee, ik ben echt... Ik zie haar dat niet... Ja, ik weet het niet, ik denk het niet. Maar weet je wat het ook is? Weet je wat het ook is? Maar porra zijn jongens aan. Ja, sorry. Want misschien sorry zou zij draaien, Sharon. Ja. Hey. Daar wordt Sharon getrokken. Door zij is zo fan van haar vader. Dus, daarom, ja. Want? Omdat jij vaker dan hem zegt, oh, wat een mooie jongen. Zeg, heet dat mensen mooi zijn en vader. En zij vindt het niet leuk. Zij zegt dus meer, hey, dat is een mooie man, dat is een mooie ding. En daarom denkt zij dat. 11-jarige point of view, maar ze gedraagt als 14, by the way. Dat moeten we even erbij zeggen. Ja. Nee, maar ja, dit is wel het is een lastige, omdat ik gewoon helemaal niet het idee heb dat hij dat ooit zou doen. Waarom niet? Het is geen makkelijke vraag. Het is niet nodig. Okay. En als dingen niet nodig zijn, ga je niet zoeken. Ik zorg er wel voor dat mijn man helemaal niet die behoefte heeft om buitenshuis... Het gaat hem tegenvallen, sorry. Ik weet, ik ben altijd op mijn ego. Kijk, en daarom... Ik ben daarom, te... Nee, sorry, ga je niet winnen van Sharon. Daarom nu toen je net vroeg van wie van jullie twee is... Weet je, je hoeft geen dingen buiten te gaan zoeken. Ja. Als je het zelf binnen kan creëren. Ja. Snap je? Ja, ik vind jullie niet leuk. Nee, ja, we zijn niet leuk. Ja, maar het is, we hoeven niet. Maar tegelijkertijd vind ik jullie leuk. Ja. Creëer het dan. Want als jij bij mij komt, zeg je, Benito. Nou jongen, is allemaal wel leuk, weet je. Maar eigenlijk zou ik best wel een keer in mijn leven dat of dat. Maar ik ga het met het antwoord doen van Lerik. Oké, okay, Sharon is het geworden. Sharon is het geworden. Oké, okay, ik ga niet meer voortijdig bordjes ook keren. Ja, gewoon bordje draaien. Okay. Nee, oké. Okay. En dat was mijn zware minuut. Zelf die werkt ja, niet. Zeker ja, zeker nog meer. Oké, okay, nou, okay. ik heb nog iets hier. Oké, wachtie. Nou, ik wil nog even hierop doorgaan. Oké. Okay. Want ik hoor dus via mijn redactie, hoor ik dus dat jij dan wel eens zegt... Hé, mooie man, mooie man, mooie... Nou,
bij welk soort type mannen zeg jij mooie man? Ik ga het je precies vertellen. Hoe zien die mannen eruit? Die lijken niet op Benito. Die lijken niet op Benito. Ik heb een paar mannen waar ik heel erg van hou. Nu komt en die zitten, ja, en die zitten allemaal in een serie. En dan is het in Sons of Anarchy is het Jax. En dan heb ik in... Witman. Heel raar zijn het... Nee, niet altijd. Niet altijd. Maar nog het is, bikers het ook zijn nog. Altijd koningen of echt opper-alpha mannen. Ik heb niet een specifiek... Ik hou van mijn zwarte mannen. Dus ja. Dat even vooropgesteld. Maar in de fantasie? Nee, ook niet in de fantasie. Nee, zeker niet. Dat is het niet. Ik denk dat het te maken heeft... Ik heb geen type. Tenminste, mijn type is gewoon echt een alpha man. Ah, je okay. moet echt heel veel man zijn om mijn extra man alpha. Te kunnen zijn. Ja, ja, ja. Je moet, dus een beta, dat zou hem nooit... Gaat hem nu worden, man. Je hebt ook nooit een beta gehad? Nope. Okay. Dat is niet mijn ding. Je moet echt mij kunnen overtreffen, want anders loop ik over je heen. Oké. Maar dan... Laten we het hebben over... ze noemen dat hall passes, toch? Dat betekent wanneer je een vrijkaart zou krijgen. As in, hij zou zeggen van... Jij zou tegen hem zeggen, Luku, als je Beyoncé kan vangen... Ja, mag die sowieso gaan. Dan zeg ik go. Ja, oh, dan hebben we aan, dat is Beyoncé. Ja, je zou nog trots op hem zijn. Hij zei, yeah baby, yeah. Ik zei, hij gaat me denk ik dat niet vergeven. Nee, ik gun het hem echt om dat gewoon een keer... als Beyoncé was, dan mag die gaan. Beyoncé als stiefmoeder leer ik wat zeggen? Hell no, zegt ze. Of wel? Nou, oké, dat twijfels. Nou. Dan kan ze shoppen met Beyoncé. Oké, okay, nou, slim, okay. Connie. Ja, maar dat, Is er een hall pass voor haar dat je zegt van... Hey, Ricky Martin of Ilop Witman... Als zij denkt dat zij dat moet doen in het leven, een keer om haar leven. Als je ei kwijt moet en dan kunnen we weer verder. Dan moet je dat gewoon doen. Oké. Okay. En dan is het aan mij wat ik ermee doe. Of als ik zeg van, nou weet je, als hij dat heeft gedaan, dan ga ik je wijzen dat ik baas ben. Dat ik je gewoon weer naar huis toe trek. Weet je, maar ja, goed. Ja. Zomaar zit ik hier X te creëren in iets. Maar we zijn erachter gekomen. Jij dan, want deze man is Connie. Hij heeft niets gezegd. Jij hebt gesproken. Hij weet nu, oh, Beyoncé is de optie. Okay. Hij wist het dat al. Weet hij nu. Mooie nog. En hij heeft dus ook nu bij kennis heel op dit soort Viking man. Vikings. Dat is jouw Vikings. Dus Game of Thrones. Ik ook voor mezelf, laat me maar een Viking maken. Daarom een baard. Ik ben ook een blond kind. Al die blonde jongetjes. Zie ik dan van Kwik en HVV, van die voetbalclubs. En die hebben van dat lange blonde haar. En hij had het lachen. Hij zegt, maar hoe dan? Hey, als het nog succes blijft groeien, adopteer dat. Dat is sowieso de plan. Wij nemen een blond kind met blauwe ogen. Gezegd. Die gaan we adopteren. Gaan wij gewoon doen. Ja. Oké, nou hier uitgesproken. Blond kind wil ik hebben. Insistent. Dat is pas succesvol. Laatste. Mm-hmm. Ja dan? Wie vindt van de ander niet alle vrienden of vriendinnen even leuk? Dus wie keurt niet alle vrienden goed? En misschien is dat niet uitgesproken, maar weet jij van... Jij vindt iets van hem of haar. Jij vindt iets van hem en hem. En dat kan natuurlijk niet zijn over die vrienden die jullie relatie hebben gestart. Daarbij... Denk ik. Oké, ja, niet geen niks zeggen, gewoon boord laten zien. We hebben nog een derde lijn daar, die haal ik zo meteen ook de voorbeeld niet kijken. Oké, we zijn er. Benito zegt Sharon en Sharon zegt Benito. I did it. Ik begon te twijfelen aan mijn skills. Ja. Waarom zeg jij Benito? Sharon. Waarom denk je dat Benito sommige vriendinnen niet goedkeurt? Of denkt van, liever niet? Nou, niet goedkeuren is denk ik een groot woord, heftig, want dat doet hij niet. Want het is meer dat hij denkt van, ja, maar die is nep. Die is niet echt. Yes. Weet je, dat is niet puur. Of ik heb wel ook altijd wel... Zeker vroeger, nu heb ik dat niet meer. Maar vroeger had ik wel altijd... Eigenlijk heb jij gelijk, man. Ja, ik zit gewoon te denken. Oh ja? Ik moet nee, maar je hebt je antwoord al gegeven. Ik heb je antwoord, bos het, man. Je hebt je antwoord al gegeven. Je moet echt zeggen nu. Ja. Want er komen zo meteen. Derde lijn komt ook zo meteen. Ik denk dat de derde lijn gelijk is. Nee, zo meteen. Maar je hebt het niet over zeggen. En dat doe je niet zomaar. Wel. Ik denk dat ik gelijk heb. Want ik had altijd best wel goede vrienden. Vrienden. En Benito zei altijd, nee, die is verliefd op jou. En blauwe ijzer had hij wel altijd gelijk. Oh, mannen. Mannelijke vrienden. Daar had hij van sommigen,
die zag die echt, oh, dat is echt jouw bro. En Jan zei, dat is niet jouw broer. Ja. Ja, want als jij morgen tegen hem zegt, hey schat. Hey, mijn man Arkino, is gewoon streden. Dat staat niet. Of iemand reageert niet erop. Ja. Omdat die in mij, dit is mij, omdat het een suffert is of wat dan ook. Of uit respect, kan ook. Hij reageert niet op. Mm-hmm. Maar een man blijft een man, toch? Die zal altijd wel van shit. Dus wat jij zegt, als je zegt, hey, tada! Hij zegt, oh, ja, voor real? Ja, waarom niet? Ja. Dus hey, maar ik vind dat big als een man kan zeggen, ja, wees maar. Zelf gay dudes vertrouw ik niet. Nou, dat was dat shit. Jouw shit is zo magisch dat jij kan hem omturnen. Ik denk, en daarom zijn er ook heel veel broers en... Broers en dat heb je maar. Nee, toch? En beste vrienden. Fuck that shit. Waren veel, je hebt er wel tactisch weggewerkt. Dus. Ik heb helemaal niks gedaan. Ze kreeg soms de vraag van, hoe dan? Hoe opeens? Waar komt hij opeens vandaan? En, yeah. Ja, en dan zei ze, ja, dat is een vriend van me, dat is een broer van me. Hij is echt als een broer. Hij dit en dat. Ja. In serieus nog next level, dat zegt, is mijn neef. Ja, weet je, die... Oké. Maar waarom zei jij Sharon? Ja, yeah, oui, oui. Tell me. Waarom? Dus de vraag was... Welke vrienden van mij... Nee, wie keurt vaker iemand... Af, ja. Wie vindt je vrienden niet zo leuk? En jij zei Sharon. Ik denk toch wel Sharon. Toch wel? Ja, omdat en de derde lijn bevestigen dat, want die zit uit eigen beweging Sharon op de telefoon heel groot te schrijven. Ja. En jij zegt zelf ook van op een gegeven moment van, nou, misschien had ik toch Sharon moeten zeggen. Ja. En why is dat? Omdat ik de mensen die zij om zich heen heeft, de vriendinnen die zij en vrienden die zij om zich heen heeft, nu, ja. Die zijn allemaal echt. Oké, dat is dope. Dat die je zijn dat allemaal echt en die cirkel is echt klein. Na de schoonmaak is het dus, zit het nu goed. Ja. Oké. Hey, maar indrukwekkend. Dan op het laatst ging het toch, hè? Yeah. Ja. Voor mij ging het goed. SNV, still got something. Maar I love it. Wat vind je ervan om jullie zo te horen over jullie zelf? En ja, al? Leuk. Jullie zijn stabiel, hè? Ja. Dat ding van jullie. Ja, zeker. Zeker. Nee, ik geniet van jullie. Ik heb genoten en ik geniet van jullie, want het is real en het is oprecht. En je ziet het ook gewoon. Het is niet gemaakt. Dus, hey, dope dat jullie vibe en liefde hier zijn komen delen. Back to business, FC Skills, wat moeten we weten? Waar kunnen we volgen? Want ik wil dat je ziet wat deze mensen doen. Zodat je ook kan zien van, oké, lobby is dope, maar je kan dus ook samen in business. Want dat is niet altijd een goed idee, hè? Is ook een risico dat je daar ruzie krijgt en shit. Maar jullie lijken wel op één lijn te zijn. Maar volg hun en waar kunnen we dat doen? Wat moeten we allemaal checken? Nou, check ons op Instagram. Ik denk dat je daar het meest actuele kunt vinden. Het voetbalschoolskills, LLZ aan het eind. Het FC Skills. Uh-huh. En we zijn bezig met een nieuwe locatie hier in Den Haag. Overdekt voetbalveld. LA.skills. Uh-huh. Skills Foundation. Alles op Insta. Als je ons daar op die vier dingen volgt, dan ben je op de hoogte. Hey, check die shit zou ik zeggen. En terwijl je dat doet... Support your boy. Support deze lobby movement. Abonneer, volg mij. Ik ben @GillyRutu op alle handles. Tenminste, alle handles. Ik ben niet op TikTok, leer ik. Maar ik ben dan wel op Instagram, Twitter. En Ebony View. Like de page op Facebook. Ebony View, abonneer je op het kanaal. Druk op dat belletje, zodat je een notificatie krijgt. Zie je van, hey, hij heeft weer een leuk koppel bij zich. Of wie dan ook hier komt zitten, ja? Support the lobby movement. Ik ga jullie bedanken voor jullie energie. Jij had fun? Heel veel. Jij heel erg bedankt. Ik zou zeggen, laat me in contact blijven, want we zijn vrienden. Ik maak jullie mijn vrienden. Klaar met uit. Mooi, mooi. WhatsApp. Ja, because it's all about love. Sowieso. Want zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.